ouder is met 6 nationale titels, maar de leeftijd gaat toch ook onderhand wel een rol spelen. Zal in een sprint het moeten opnemen tegen die man in het groen. En daar kunnen misschien anderen wel van profiteren. We gaan voorzichtig beginnen aan een wedstrijd over 150 ronden met een zogenaamde opwarmronde. In het rode pak, tweede positie, Robert Post. En zijn maatje uit een andere ploeg, Sjoerd den Hertog op kop. Ze wonen in een huis samen in Groningen. Trainen veel in Groningen, maar ook in Heerenveen. Den Hertog en Post dus vooraan. Eerste val is al een feit, maar zonder grote gevolgen, schat ik in. Ik denk dat het Bergen is tweevoudig nationaal kampioen uit de ploeg van Sjoerd den Hertog, die daar onderuit ging. En die kan buiten uw beeld vrij gemakkelijk weer aansluiten. En dan is dit het officiële startschot en hebben we 150 ronden af te leggen. U heeft inmiddels begrepen dat er iemand naast me zit. Niels Messu, niet de minste, heeft ook veel wedstrijden gewonnen. Het gaat vrij goed met je, laten we daar maar even mee beginnen. Want ja. Je vecht al een tijdje tegen een vervelende ziekte, als ik het zo mag zeggen. Maar de laatste berichten zijn dat het goed gaat, hè? Ja, klopt. Het gaat echt de goede kant op. Ik heb de laatste scan die ik heb gehad, die was echt heel positief, dat het allemaal veel kleiner werd. En ik heb nu volgende week heb ik weer een scan, dus dan zit je altijd in een periode ertussen dat je eigenlijk helemaal niks weet van hoe het in je lichaam er aan toe gaat. Ja. Dus volgende week weten we weer meer. Oké, en het blijft dus spannend, maar jij volgt hoe dan ook al die marathonwedstrijden, toch? Ja, klopt. Ja, ik vind het marathon geeft mij heel veel energie, dus daar ga ik me heel veel plezier altijd naar kijken. En dan zie je meteen daar Evert Holwerf, die ken je goed. Wat is het strijdplan van die lichtblauwe ploeg? We hebben het Anema, ook jouw ploegleider, horen zeggen. En jij kunt je daarin vinden, hè? Ja, ze rijden eigenlijk altijd net hoe de wedstrijd zich ontplooit, zeg maar. Het is niet echt dat ze van tevoren een enorm strijdplan maken. Het is, ze kijken hoe de wedstrijd gaat en wat de kansen zijn op een gegeven moment in een kopgroep. En dan rijden ze daar wel of niet mee door. En het is nu zo, met Gary Hekman is gewoon een hele snelle sprinter. Die sneller is dan de rest van de ploeg eigenlijk. Daarmee wil je zeggen dat de concurrent Gary Hekman op dit moment, zo schat jij het in, sneller is dan Struttinga? Ja, zo, wat ik nu de laatste tijd heb gezien is dat inderdaad zo. Ze hebben echt trucs nodig. Jorrit Bergsma onderuit. Ja, ja, die moet nog lang in de achtervolging. Hij heeft 1,60 meter nu achterstand. En dat is best lastig hoor. Maar ik denk dat hier de deur dichtgegooid gaat worden door de ploeggenoten van Bergsma, die hier dus zijn titel pakte op kunstijs. En dat was in 2015. Twee man toen vooruit. Daar was jij ook bij. Ja, klopt. Ja. Was het niet van hand die tweede werd? Ja, en toen was Jorrit was ook nog ziek geweest de week ervoor. Dat was echt was bizar dat hij toen eigenlijk daar reed. En vervolgens was hij ook nog ontzettend sterk. Dat, was, dat weet ik nog wel van toen. Eergisteren pakte Bergsma het baanrecord op de 10.000 meter. Het baanrecord van Sven Kramer, daterend uit 2013. Die 10 kilometer heeft hij nog in de benen en rijdt nu dus achter dit peloton vanwege die val. En het lijkt alsof daar een gat in het ijs zit volgens mij. Want ik zag dat er net weer iemand viel eigenlijk op dezelfde plek als Jorrit. En ik zag net wat gewijs in het peloton, dus ik denk dat er een gat in het ijs zit. Maar Bergsma kennende, die gaat wel terugkomen. En dat gaat ook gebeuren. Ja, we hebben dit seizoen bij de mannen, in tegenstelling, zo eerlijk moet je zijn, tot de vrouwenwedstrijden, echt spannende wedstrijden gezien met verschillende winnaars. Dus het is geen ABC'tje, dit kampioenschap. Er is niet een man aan te wijzen waarvan je zegt, nou, die gaat hier, zoals bij de vrouwen, Irene Schouten, die gaat hier kampioen worden. Het is een open kampioenschap waar vele kanshebbers zijn. Die hebben we uiteraard voor u op een rijtje gezet. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar de ontwikkelingen in de wedstrijd met Willem Holwerf hier voorin. Namens AB Vakwerk, dat is de ploeg in het groen. Ploeggenoten dus ook van Gary Hekman. Ja, er gaan er verschillende onderuit. Weer op dezelfde plek als waar het al twee keer eerder gebeurde. Dus daar is iets aan de hand met de ijzer. Ja, goed gezien. Eens kijken hoe dat dan gebeurt. Zomaar vanuit het niets. Dus er moet iets aan de hand zijn met het ijs. Nog eens kijken.
Die man staat daar rechtop, glijdt zomaar onderuit. Nou, iedereen is gewaarschuwd. We hebben inmiddels 8 ronden afgelegd in dit kampioenschap. Kampioenschap dat voor het eerst werd gereden in 1973 officieel met Jean van den Berg. Later Elfstedenwinnaar als winnaar. Er volgden vele kampioenen. De recordhouder is Troetinga, die doet nog altijd mee. Die kan van 6 op 7 komen. En dan is er een hele categorie schaatsers met 3 overwinningen. Bert-Jan van der Veen, Jan Maarten Heideman, Lammert Huytema, Ko Gilling, Jan Kooijman werden 3 keer kampioen. En in dit peloton is er ook nog eentje die 2 keer kampioen werd. Dat is Ingmar Berga. Hij ging al even onderuit, maar zit alweer in het peloton. Tweede positie daar in het rode pak Bart de Vries, die ook aanwezig was bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Die ploeg rijdt aanvallend, de mannen in het rood. Met Robert Post, met dus Bart de Vries. Karst Jansman ook, mannen die we ook zagen bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Ja, ze hebben ook wel echt aanvallen, puur zang in de ploeg natuurlijk, met Mats Stoltenborg. Want dat, die blijft altijd maar aanvallen. Ja. En daar staan ze ook echt als ploeg, staan ze daar volledig onbekend. Dat is hun ding, zeg maar. Volle bak aanvallen. Bob de Vries op kop. Robert Post daarachter. Bob de Vries was dus ook al kampioen in zijn carrière. Hij was dat in 2017. En zo hebben ze binnen die ploeg verschillende namen. Hier rijdt Kooijman. Het is opmerkelijk dat hij hier rijdt. Hij meldde zich af eergisteren voor de 10 kilometer. En is er vandaag wel bij. Heb jij nog het laatste nieuws rond Kooijman? Ja, ik heb hem net eventjes gesproken. En hij zei van ja, ik zei ben je fit? Die zei ja, het is een beetje twijfelachtig of ik echt fit ben. Want hij voelde zich nog niet helemaal top. Maar ja, Irene die had laatst ook een interview. Ze zeggen Maastart kan je winnen op 70%. Of kan je winnen. Winnen op 70% en je kan verliezen op 100%. Dus ze starten gewoon met de hoop dat ze er doorheen kunnen rijden. Kun je op 70%, en je had het net trouwens over Stoltenborg, daar gaat hij al. Ja, die blijft maar aanvallen. Ja, en hij gaat er ook alweer vroeg aan beginnen vandaag. Hij is het beu, dat langzame gerij van het peloton. Ongelooflijk deze man. Ja, het is, en hij wint ook zijn wedstrijden. Ook dit seizoen heeft hij alweer gewonnen. In Heerenveen was dat 10 november. En dat was indrukwekkend hoor, hoe dat toen ging. Ja, ja. Hij won daar van jouw teamgenoot Jorrit Bergsma. Ja. En de manier waarop dat ging was ook indrukwekkend. Daar heeft Bergsma overigens best wel last van gehad, want die baalde daar enorm van. Stoltenborg pakte Bergsma in. Uiteindelijk nog in de sprint. Ze waren een klein groepje vooruit. Ja, het was toen wel mooi, want toen had hij voor de wedstrijd had hij gezegd, Mats Stoltenborg had toen gezegd van ik ga me eens een beetje rustig houden in het begin van de wedstrijd. Dat heeft hij toen ook echt gedaan. En die zei dan kan ik op het eind, heb ik misschien wat meer over. Nou, dat strijdplan heeft hij toen toegepast en daar wint hij dan mee. En dan vervolgens zien we hem in de volgende wedstrijden, zien we gewoon gelijk weer vanaf de eerste ronde zien we hem aanvallen. Dus dan denk ik van ja, daar leer je er ook weer niet echt van. Maar het is wel mooi om te zien altijd. Ja. Zesde werd hij op de Nederlandse kampioenschappen 10 kilometer in 13.07. Dat is een knappe tijd hoor. Ze hebben dus afgesproken binnen die ploeg. Dit is Karst Jansman, die ook een uitstekend toernooi reed bij de afstandskampioenschappen. Zevende werd, net achter Stoltenborg, zijn teamgenoot, op die 10 kilometer. Maar zijn persoonlijk record met 3/4 minuut verbeterde dit seizoen. Dan heeft hij zichzelf dus bijna 1,5 keer ingehaald. Ja, en in het marathonpeloton staat hij zachtjes ook wel bekend als iemand die in een kopgroep graag meerijdt en ook echt tempo erin kan houden. Want hij heeft zich ontwikkeld als marathonschaatser. Hij komt uit langebaanschaatsen, is naar het marathonschaatsen gegaan en is van daaruit eigenlijk weer het langebaanschaatsen op gaan pakken. Ja. En ja, je ziet gewoon dat hij op beide gebieden nu flinke ontwikkelingen doormaakt. Ja, zijn probleem was altijd de sprint en dat werd bijna een frustratie en toen heeft hij dat helemaal overboord gezet. Als marathonschaatsen weer teruggekomen bij het langebaanschaatsen, zich dan richten
op de lange afstanden. Dat leidt dan tot successen. En die Jansman, hij rijdt daar helemaal links in beeld in het rode pak. Die is technisch ook goed. Jong, onbevangen, heeft al wereldbekers mogen rijden. Ja, ik denk dat dit een beetje de tactiek is van AB Vakwerk vandaag. Dat hebben ze op meerdere wedstrijden hebben ze dat een beetje toegepast. Door steeds een beetje door te blijven rijden op het moment dat het peloton wat stilvalt. Dus dan brengen hun het tempo er wat in. En daardoor elimineren ze eigenlijk de echte snelle aanvallen van achteruit. En dat doen ze eigenlijk omdat ze het liefst een marathon of een massasprint hebben met Gary Heckman vandaag. Ja, en die achterkant is zo groot hoor, dat de massasprint gaat worden gezien. De schermutselingen die we nu al zagen. En hier gaat Jorrit Bergsma, die goede herinneringen bewaart aan het Groningse ijs. Waar hij op zijn manier met nummer 13 Nederlands kampioen werd op kunstijs. Heeft al 2 nationale titels. Natuurijs op zak, is al Olympisch kampioen. Hij is de regerend Nederlands kampioen. Het kan ook niet op. Vader geworden. En Jorrit Bergsma behoort zeker tot die titelkandidaten ook weer voor dit kampioenschap. En hij is ietsje rustiger begonnen aan dit seizoen. Heeft de wereldbekerwedstrijden, waar hij zich wel voor plaatste, aanvankelijk links laten liggen. En is wat later echt op gang gekomen met als bekroning alweer die nationale titel met een barenkoor. En dan moet je van goede huizen komen als je sneller bent dan Kramer ooit was op die afstand in Tielf. Deze Jorrit Bergsma, die mag vandaag aanvallen en zijn kans pakken. Dat zal het strijdplan zijn, maar we willen het hem graag zelf horen vertellen. Jorrit Bergsma, wat zijn zijn plannen vandaag? Ja, Jorrit, jij staat hier misschien wel met de beste benen van allemaal. Ja, nou, misschien wel. De vorm is goed in ieder geval. Ja, want die 12:43 die moet je ook goed hebben gedaan. Nee, tuurlijk. Ja, dat wil laten zien dat ik in goede vorm ben en ja, dat vertrouwen er wel is. Ja. En wat betekent dat voor vandaag? Ja, vandaag een marathon is het alweer anders. En ja, we moeten vandaag zorgen dat we als ploeg gewoon de sterk staan. Ja, want dat is wel belangrijk, hè? Want die cup-overwinning die maar uitblijft, dat vreet toch wel, neem ik aan. Ja, maar de vierdaagse die wonnen we wel met overmacht. En wonnen we 3 uit 4 en het klassement. Dus we hebben wel laten zien dat we het wel kunnen. Maar dan moeten de neus allemaal wel de goede kant op staan. En ja, als we hier vandaag gewoon weer goed samenwerken, dan maken we een grote kans. Ja, dat zei Simon Schouten net ook al. De neuzen moeten allemaal dezelfde kant op staan. Is dat een thema geweest in de ploeg? Ah, weet je, we hebben veel wedstrijden dat we niet met een volledige ploeg aan de start staan. En ja, het loopt niet altijd even goed, zeg maar. Ze zijn niet altijd even scherp. En die vierdaagse stonden er wel scherp op. Maar veel wedstrijden hebben jongens er de kop er niet bij. En ja, het is vandaag echt zaak dat we het samen gaan doen. En er scherp op zitten. Ja, want wat voor afspraken worden er dan gemaakt? Ja, dat er geen kopgroep is zonder ons en dat we daar met een winnende formatie zitten. En dat wij er gewoon de koers in handen hebben. Ja, jij wordt vaak gebruikt als de man die gaten dichtrijdt en om kop sleurt van het peloton. Mag ik je vandaag ook nog een beetje sparen voor het rood en blauw te gaan of hoe is jouw rol? Ja, dat hangt van de wedstrijd af. Als ik in een winnende positie kom, dan gaat de ploeg van mij rijden. En als iemand anders in een winnende positie komt, dan gaan we voor die persoon rijden. Dus dat hangt van de wedstrijd af. Ja, de afgelopen 10 jaar kwam er de kampioen in jullie ploeg. En vandaag weer? Ja, daar gaan we voor, ja. Dat was Jorrit Bergsma, oud-Nederlands kampioen. Hier rijdt een groepje, ja, u heeft het goed gezien. Alweer Stoltenborg, die is naar Kruijer toegereden. Kruijer rijdt hier ook op zijn thuisbaan. Stoltenborg is de man die zich nooit in kan houden. Dan komt Bergsma daaraan. Die denkt van nou, met Stoltenborg op avontuur. Dat heb ik eerder meegemaakt. Toen heb ik verloren. Dat wil ik rechtzetten. En, dat is weer niet zo gek. Het strijdplan van de ploeg is, er moet altijd iemand mee zitten. Dat kennen we vanuit het wielrennen. Kopgroep weg. Dan moet je erbij zitten. Zit je er niet bij, dan moet je de achtervolging. En deze 2 mannen geloven er op dit moment niet in. De
de titelverdediger zelf dan maar, Schouten. Met Bart Holwerf. Dat is het broertje van Evert Holwerf. En dan hebben ze nog een neef, Willem Holwerf. Schouten, die dus ter discussie stond na de massastart. Hier wel de titelverdediger is. Ja, jij hebt ook naar die sprint gekeken bij de massastart. Veel over te doen geweest. Berisping uitgedeeld. Hoe kijk jij daarna? Ja, ik denk ook dat het uiteindelijk toch een race-incident was. Je weet gewoon, als je met een peloton naar de laatste bocht toe gaat sprinten, zeker na 16 rondjes, want iedereen is eigenlijk nog fris dan, dat er wat gaat gebeuren. En ja, we hebben het er net al over gehad. Struttiga is niet meer echt sneller als Gary. Ik denk dat Gary sneller is. Dus de ploeg van Adema, de Royal Ewerk, die maken toch een plan om de wedstrijd te winnen. En als het dan in de sprint moet, dan verzinnen ze daar wel iets voor. Maar betekent dat als je iets verzint, dat je dan de deur dichtgooit, zeg maar? Nou ja, ze willen in ieder geval dat Gary om een paar mensen heen moet rijden. En dat hij niet zomaar vanuit de rug van Struttiga kan komen. En, dan was het onbedoeld toch een vorm van obstructie, zeg maar. Niet met de bedoeling om hem te laten vallen. Dat is het inderdaad. Ze rijden niet om iemand te laten vallen, maar ze rijden wel om de wedstrijd te winnen. En als je dan niet de snelste bent, dan moet je toch zorgen dat je als eerste bij de streep bent. En daar maken ze volgens mij wel plannen voor. Ik ben er niet bij geweest, maar dat lijkt me logisch. Kijk eens wat hier gebeurt. Onder aanvoering van Jorrit Bergsma. Twee mannen ook uit de ploeg van Hekman, maar Hekman zelf niet. Ja, Willem Holwerf, Niels Overvoorde zit daarachter, als ik het goed gezien heb. Daar zit ook Evert Holwerf, dat is de ploeggenoot van Jorrit Bergsma. Dus nog een lichtblauw pak. Hekman zit er nu niet bij. En dat is misschien ook wel de wens van die andere. Want Hekman is op dit moment misschien wel de betere in de sprint. In vergelijking met Struttiga. Maar Sjoerd en Hertog zit er ook bij, in dat voorste groepje. De enige die we missen zijn de rode brigade. Dus, dus moet Stoltenborg even gas geven? Die moeten er weer naartoe. Dat is de doodsteek van deze groep, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Stoltenborg hier achter op kop. Met Berga achter zich. Ja. Ploegbelangen spelen een buitengewoon grote rol in zo'n kampioenschap. Het is ploegenspel, het is allemaal ook toegestaan. We zullen straks wellicht nog zien dat als er sprake is van een kopgroep, dat er van achteruit het peloton een kopgroep opgewacht mag worden. Dan mag je dus op kop rijden voor je teamgenoot om die op te halen. En zo een ronde voorsprong te pakken. Dit is iets wat we heel vaak zien bij een wedstrijd over 150 rondes. Dat het eerst een tijd lang eigenlijk lijkt het alsof er niet zoveel aan de hand is. Maar toch gaat het best wel hard in een peloton. We zagen net een peloton van meer dan 100 meter lang. Dat betekent dat de snelheid hoog ligt. En die snelle rondjes moeten eerst even in de benen komen bij de jongens. En dan zullen we na de helft van de koers zou het in één keer gaan ontploffen, denk ik vandaag. Bart de Vries schudt eens even aan de boom. Hij is de broer van Bob de Vries. Hij is overigens niet veehouder, maar hij is leraar. Hij heeft dus gekozen om voor de klas te staan. Maar hij deelt wel de passie marathonschaatsen met zijn broer. En dat is ook zo'n tempobul. Ik denk dat hij wel eens onderschat is geweest. Hij zit op zijn plek, hoor, in die ploeg waar hij nu voor rijdt. Met Jansman. Met Post. Met Stoltenborg. Niels Overvoorde zien we vooraan. Dat is de man hier rechts. Die wat mij betreft boven kwam drijven op het natuurreis van de Weissensee. En waar die indruk maakte. Gaat Bart de Vries nog eens een keer in dat rode pak. Ja, en hij heeft binnen die ploeg toch wel een beetje de ondankbare taak, vind ik het eigenlijk, om heel de tijd een beetje zo door te blijven rijden. Nu, wat je hem nu ook weer ziet doen, het peloton valt een beetje stil en hij moet nu de snelheid in het peloton gaan houden om, wat ik net al noemde, dat er niemand met heel veel snelheid verschil eigenlijk over de kop van het peloton heen kan komen. Waardoor je meteen een gat slaat en juist een kopgroep kan vormen. Ja, want dat is eigenlijk wat je probeert als je weg probeert te rijden, probeert in één keer een groot gat te slaan.
Zodat de rest toch even denkt van shit, als ik dat gat in één keer dicht moet rijden, dan voel ik mijn benen ook wel. Dus dat wil je dan liever niet. Het zijn ook de beste demarages, hè, die van achteruit komen, waardoor je meteen een gat kan slaan. Maar als het tempo hoog ligt, dan is dat lastig. Bob de Vries gaat dat wel proberen, buitenom. En Overvoorde heeft dat in zijn ooghoeken al gezien. En er zijn er nog een paar die dat gezien hebben, die sluiten meteen aan. Ja, en nu zie je dat Niels Overvoorde inderdaad ook weer iets moet gaan versnellen. En dan zo houdt hij het gat eigenlijk klein. En dit gaan ze heel lang proberen vol te houden. Dit mat natuurlijk alle marathonschaatsers wel af. Het is een wedstrijd over 150 ronden. Dat gebeurt wel vaker bij het marathonschaatsen, maar gemiddeld is het toch 125. Hekman heeft goed gereden dit seizoen. Gerry Hekman heeft 3 keer gewonnen. Deventer, Utrecht, Den Haag. Maar hij wil ook nog wel eens de slag missen, zoals dat heet. Ja. En dat is precies wat ze proberen, die andere ploegen? Ja, dat is inderdaad wat je probeert met een snelle sprinter. Je weet gewoon, je moet met zo'n man niet naar de streep rijden. Dus die ga je proberen tijdens de wedstrijd af te matten, zodat het niet op de laatste ronde aankomt. En het liefst heb je hem er helemaal niet bij in de sprint. Dus probeer je met een kopgroep weg te komen. Dus moet die ploeg van Adema, Ewer, die lichtblauwe, die moeten dus eigenlijk iets doen. Ja, maar niet alleen de ploeg van Adema natuurlijk. Want de bouw- en techniekmannen, de rode mannen, die hebben eigenlijk ook niet een hele snelle sprinter. Er is niemand sneller als Gerry Hekman op dit moment, denk ik. De ploeg van de mannen in het zwart met oranje, die moeten ook een plan maken om uiteindelijk zonder Gerry naar de streep te rijden, zonder Hekman. Ja, want ze hebben allemaal wel een sprinter. Hè? Die rode ploeg, die hebben dan Post, die toch behoorlijk kan sprinten. Ja. Maar ja, je hebt altijd baas boven baas. En Hekman is op dit moment misschien wel de allerbeste. Ja, ik denk dat je moet zien, die andere mannen net als Post, dat is een snelle man. En dan is Gerry een echte sprinter. Precies, want Ariens met een goede dag is ook snel. Is heel snel. En zo heeft hij ook wedstrijden gewonnen. Ja. Daar gaat Bob de Vries in het lichtblauw. Geerdink was de man die hier over de streep kwam, die we ook zagen bij de afstandskampioenschappen. Hier is het Evert Holwerf. Die vinnige slag wint ook elk jaar zijn wedstrijden. Ook hier, dit seizoen, won bovendien de Vierdaagse, het algemeen klassement. Ja, wat ze nu doen is wel echt even het breekijs erop zetten. Gewoon nu even een paar rondes heel hard rijden en kijken dat iedereen toch wel flink de verzuring ingaat. Je zag eerst Holwerf flink doorrijden, daarna zag je Bob nog even flink doortrekken. Bob de Vries. En ze proberen even dat rustige doorrijden van AB Vakwerk proberen ze nu te doorbreken. Ja, maar Overvoorde heeft het commando overgenomen en meteen is het weer Bob de Vries, denk ik. Ja. Ja. Kruijer heeft hij achter zich, die neemt niet over. Hier zijn we bij Adema. Die geeft de stalorders door. Hoe gaat dat? Ja, dat gaat met handgebaren normaal gesproken. Hebben jullie tekens af? Ja, er zijn tekens, maar die tekens zijn eigenlijk binnen heel peloton. Iedereen gebruikt volgens mij zowat dezelfde tekens. Dus iedereen weet ook als Adema daar met zijn hand vlak staat, dan weet iedereen van... Stop maar. Nou, dat is meestal doorrijden en inderdaad met je hand echt plat als een stopteken. Dat is een stopteken. Okay, ja. Moet ook niet al te ingewikkeld wezen, de gebaren. Pilon gaat daar om. Ja, dit zijn de ronden die... qua wedstrijd nog niet al te veel opleveren, maar die wel zorgen. U ziet dat ook aan de lichaamstaal bij de schaatsers. Het is echt vermoeiend, hoor. Schouten daar in het midden, die we voortdurend toch ook in de buurt zien. Van Hekman en omgekeerd. Die zoeken elkaar al een beetje op. En dan zegt Stoltenborg, ik ga nog een keertje. In dat rode pak in het midden.
Van Ham in tweede positie. Hij was dus degene die toen met Jorrit Bergsma vooruit was. En het podium haalde. Ja, het is altijd indrukwekkend wat Stoltenborg laat zien. En zo wint hij ook zijn wedstrijden. Eigenlijk is het jammer dat hij zo vroeg al uit zijn hok komt. Hij laat in zijn kaarten kijken. En het zorgt er ook voor dat hij zelf behoorlijk vermoeid raakt. Ja, het is een beetje dubbel, hè? Want je wil graag een zware wedstrijd. Maar als het niet een zware wedstrijd is, dan heb je weinig kans. Dus dan zeggen van ja, ik ga er zelf proberen een zware wedstrijd van te maken. Alleen dat kost ook weer wat inderdaad. Dus dat is, Kooijman op kop trouwens. Eergisteren niet fit genoeg voor de 10 kilometer. Nu toch maar gestart. Bob de Vries neemt over. En Schouten is de derde man van dezelfde ploeg mee voorin. En dan hebben we Van Ham en Crispijn Ariens. Ariens die daar nu in derde positie rijdt. En die toch ook kan sprinten. De bondscoach. Ja, die moet bij dit soort wedstrijden. Hij is vandaag officieel begonnen. Het is 1 januari. Dus die moet opletten bij dit soort wedstrijden. De Maastart is die verantwoordelijk voor. Hij is verantwoordelijk voor de teamsprint. Ja, hoe kun je met dit hoge tempo toch voor het peloton uitschaatsen? Dan moet het even stilvallen. En er is inderdaad, jij zei het heel terecht, afgesproken dat Niels Overvoorde daar in het groen een tempo rijdt dat verlammend moet werken op de anderen. Want zij hebben Gerry Hekman als beste sprinter. Maar dan is er altijd nog een Jorrit Bergsma die zegt, ik kan nog sneller en dat kan ik ook vrij lang volhouden. Wat dat betreft is het wel een mooi scenario voor Bergsma, die hier binnen de ploeg alle ruimte zal krijgen om aan te vallen. Maar een beetje steun heeft hij wel nodig. En die krijgt hij niet. Ja, dit daar rijdt Hekman. Dit is jezelf echt helemaal opofferen voor iemand anders, wat Niels Overvoort nu aan het doen is. Ja. Die weet nu gewoon van mijn kansen voor een mooie uitslag zitten er absoluut niet in vandaag. Dit is mijn werk vandaag. Is dat bij jullie ploeg ook altijd zo? Nee, juist helemaal niet. Bij ons, bij de ploeg van Anema, bij de Ewer-ploeg, is iedereen start gewoon met gelijke kansen. Je probeert een actie te maken waardoor je in de kopgroep komt. En van daaruit probeer je de wedstrijd te gaan winnen. En er wordt nooit afgesproken van dit is de man vandaag en daar doen we alles voor. Want dat demotiveert. Als je weet dat het een sprint wordt in de laatste 5-6 ronden, dan zijn de stalorders duidelijk. Ja, maar als je op zo'n manier iedere wedstrijd zou moeten rijden, dat, voor mij persoonlijk zou dat heel demotiverend werken. Dat is wat je bij het wielrennen heel veel ziet, hè? Alle ballen op een sprinter. Dan krijg je van die wandeletappes. Klopt. Doodsaai en een prachtige sprinter achteraan. Ja. En deze tactiek werkt dus ook, de tactiek Adema. Iedereen mag voor eigen kansen rijden. Maar wordt het uiteindelijk een massasprint, dan wordt er gekeken naar Stroetinga. Hoewel Schouten natuurlijk toch ook aardig kan sprinten. Ja, Schouten is inderdaad ook snel. Het is een snelle man. Maar ik denk dat er op dit moment geen echte andere sprinter is naast Stroetinga natuurlijk. Dat is nog wel een sprinter, alleen die is al iets van zijn scherpte kwijtgeraakt. Ja. Hekman is op dit moment gewoon echt heel snel. Dus het is compleet logisch dat AB Varkwijk op deze manier de wedstrijd aanpakt. Alleen het is heel... als je samen kan winnen is natuurlijk ook heel mooi. Maar... Ja. Niels Immerzeel gaat in zijn eentje op avontuur. Dat zou een aardige springplank kunnen zijn voor bijvoorbeeld Jorrit Bergsma. Die heeft dat ook al lang gezien. Die rijdt nu buitenom en wil eigenlijk wel naar deze man toe. Daar zien we dat gebeuren. Het is Kooijman nu. Ja, Kooijman. Met Geerdink daarachter. Geerdink in dat donkerblauw.
Geerdink was ook niet fit bij het NK afstanden volgens mij. Want die heeft de 5 kilometer, dacht ik, overgeslagen. Ja, of met voorbedachte raden naar het kampioenschap toegeleefd. Dat zullen we nooit weten. Ja, ik geloof wel dat Geerdink meer een lange baanschater is dan een marathonschater. Nou, hij heeft zich hier toch al goed laten zien. Het is een allrounder, hè? Ja. Hij heeft de 5 kilometer wel gereden, volgens mij. Ruim een derde hebben we afgelegd. Er zijn al wat namen gevallen die tot het rijtje favorieten behoren. We zien dat de Ewer-ploeg in elk geval de intentie heeft om aan te vallen. Nu weer met z'n tweeën. Bob de Vries en Evert Holwerf. Maar er is een man die geregeld meesluipt. Die rijdt in zo'n zwart pak met een oranje helm. En die moeten we echt in de gaten houden, want die heeft ook al 3 keer gewonnen. Sjoerd den Hertog is gemiddeld in klassementen ook goed. Heeft ook een meer dan behoorlijk eindschot. En terwijl een ploeggenoot van hem, niet de minste, Marcel van Ham, meespringt met de voorste, rijdt Sjoerd den Hertog in het peloton. En zie ik nou dat Hekman ook is meegesprongen, dat is zo opmerkelijk. En dat betekent dat er nog wel het een en ander gaat gebeuren. Van Ham kijkt alles om zich heen. Daar komt Ingmar Berga. Daar komt Crispijn Ariens van dezelfde ploeg. En zo krijgt de voorste groep niet de zegen. Want het is heel opmerkelijk dat Hekman daar in tweede positie rijdt. En ook gewoon het kopwerk verricht. Hij wil die titel pakken. En hij laat zich in ieder geval zien. En laat ook zien, hij geeft een statement af. Jongens, denk maar niet dat ik er zomaar af te rijden ben vandaag. Want ik heb wat recht te zetten na eergisteren. En dat weten we ook, en dat weet jij ook, Niels. Hekman is op zijn best als hij boos is. Dat heb ik al zo vaak gezien. Hij moet eerst iets meemaken. Nou, dat kun je wel zeggen dat het gebeurd is eergisteren. Waardoor hij op scherp wordt gezet. En dan wordt hij echt een hulk. Ja, en dat is soms ook wel een beetje jammer. Want hij komt vaak ook heel boos over de finish. Ook als hij een wedstrijd gewonnen hebt. Terwijl ik vaak denk van wees blij met dat je een wedstrijd hebt gewonnen. En dan is het vaak met spierballen en toch laten zien. Misschien een beetje de apenrots, hè? Ja. Waar het over gaat. Daar is hij wel van. U zag de ploegleider Roy Boeven. Van die mannen. Daar in het groen. En we hadden het net over Sjoerd den Hertog. Terwijl de kopgroep tot de orde is geroepen. Sjoerd den Hertog, hij behoort tot de titelkandidaten. Woont hier in het noorden. Komt hier overigens niet vandaan. Woont in Groningen samen met een andere marathonschaatser, Robert Post. Uit een andere ploeg. Die twee kunnen het goed vinden. Trainen samen. En Sjoerd den Hertog mag je als titelkandidaat zeker opschrijven. Hoe heeft hij daar dit kampioenschap toegeleefd? En wat zijn zijn plannen? Hier komt hij. Ja, Sjoerd den Hertog, jij bent misschien wel de te kloppen man vandaag. Jij zegt het. Ik weet het niet. De feit ook. Je wint en je rijdt in het oranje pak. Ja, ik rijd goed. Dat kan ik niet ontkennen. Dus dat ik een van de favorieten ben, daar kan ik niet helemaal onderuit. Maar ik ben denk ik zeker niet de enige. En hoe kun jij winnen vandaag? Want er wordt dus wel op jou gelet. Voor mij zou het goed zijn als het een zware koers is. Waarin we misschien redelijk vroeg met een grote groep rondgaan. En van daaruit dat die mannen onderling uit gaan maken of er nog een tweede ronde komt. Of dat je met die man naar de streep gaat. En wie mag er dan niet in die grote groep zitten? In principe durf ik het met iedereen wel aan. Maar de mannen die ook bewezen hebben dat ze hard kunnen sprinten zijn Gary en Evert en misschien Simon. Ja, maar die zullen ook jou in de gaten houden in deze koers. Jij hebt ook een sterke ploeg om je heen. Wie kun je nog meer goed gebruiken? Kijk, Crispijn en ik hebben denk ik tot nu toe het meest laten zien. Dus als wij samen in de finale zitten, dan weten we wat we aan elkaar hebben en wat we dan kunnen. Maar kijk, we hebben een tank, Marcel van Ham, een kampioenschapsrijder, Ingmar Berga.
Ja, dat zijn ook mannen waar je echt wel rekening mee moet houden op een 150 rondjes. Ja, want je zegt wel, je gaat vroeg in de koers weg, maar moeten we dan ook al meteen op jou letten? Of is het al meesluipen en dan in die finale er zijn? Dat hangt een beetje van het koersverloop af. Kijk, ik denk dat iedereen zich wel een beetje hoopt krachten te sparen in de eerste helft van de wedstrijd. En dat hoop ik ook. Dus ik hoop zo zuinig mogelijk van voren te blijven. En dan daarna zal het gewoon koers zijn. Ja, dan ga je al bijna 2 jaar in het oranje pak. Maar het rood-wit-blauw zou ook wel mooi zijn. Ja, dat lijkt me nog het mooiste pak. Dat was Sjoerd den Hertog in gesprek met Robert de Rijk. Terug bij de koers, waar nog steeds het tempo hoog ligt, maar waar het lastig is om weg te komen. Maar we zien aan de gezichten dat de afstand nu een rol gaat spelen. We zijn nog niet op de helft. En nu wachten op een nieuwe aanval. En die gaat echt wel komen. En die komt van buitenom. En dat hollen en stilstaan, dat mat enorm af. Hekman blijft nu ook voortdurend voorin zitten in dat peloton. Nu tweede positie in het groen. Karst Jansman hadden we nog niet gezien. Rijdt nu in het rode pak vooruit met Danny Stam. Danny Stam is de man in het blauw. In tweede positie. De zoon van Arnold Stam. Hij is nog een jonkie. Eerstejaars aanrijden. Heeft al een paar keer goede uitslagen gereden. Durft ook aan te vallen. Ja, dat is handelsmerk ook wel een beetje. Ja. Echt gewoon doorstoempen. En, vorig jaar als B-rijder was hij op natuurreis. Zat hij er zomaar in de kopgroep. Dus een jongen met veel talent die nog flink bijgeschaafd moet worden. Maar die zeker potentie heeft om een topper te worden in het marathonpeloton. Ja, hier met Evert Holwerf op kop. Nu Danny Stam. Daar achter Jansman in dat rode pak. Ja, en Gary gaat zich wat meer, Hekman gaat zich wat meer voorin laten zien. Dus dat is nu ook wel een beetje laten zien van jongens, ik ben er heus wel. En we gaan hiervoor rijden vandaag. En als je Hekman hebt, dan moet je in één adem ook zeggen Schouten. Het lijkt wel of Schouten Hekman schaduwt. Dat is interessant. Ik ben benieuwd wat de ploegleider van Hekman daarvan vindt. En Jeroen Stophorst, die staat als het goed is nu bij Roy Boeven. Wat denkt Boeven van het schaduwen van Hekman? Want daar is nu wel sprake van. Hebben we al een tijdje gezien. Jeroen. Roy, het schaduwen van Hekman heeft Herbert het over. Hij zit er, hij is heel alert. Gary is heel alert en we rijden ook inderdaad op Gary. Gary en Frank zijn onze mannen vandaag. En wat we gezegd hebben, we hebben altijd een mannetje bij Gary om hem te beschermen. Dat is tegenwoordig nodig, dus dat doen we ook echt. Er zit de hele wedstrijd zit er iemand bij hem. Ja, en achter hem ook, Simon Schouten. Dat weet ik niet, daar heb ik nog niet op gelet. Ik heb alleen gelet op mijn eigen mannen nu. En probeer er gewoon altijd een mannetje bij te houden. Is dit het moment, dit jaar, is dit het moment voor Hekman? Ja, is natuurlijk mooi. Als je deze wint, is een grote prijs. En wil je goed zijn, zeker. Maar hij is namelijk ook in vorm. Hij is in bloedvorm, zeker weten. Dat heeft hij laten zien de laatste weken met sprinten en met dingen die hij doet. Dus hij is goed. En laat hij zich daarom ook zo zien? Toont hij ook van, ik ben sterk? Nou, wij moeten wel. Kijk, iedereen rijdt door als Gary er niet bij zit. Dus Gary moet zelf. En dat is bij andere sprinters in het peloton is het anders. Die kunnen zelf wel dingen doen. Dat sloopt hem wel, hè? Dat sloopt hem wel. Maar ja, dat is het nadeel als je Gary Hekman bent. Dan moet je dus zelf in de kopgroep. Een andere sprinter heeft dat voordeel dat hij dat dus niet hoeft te doen. Wij hebben dat wel. Nou ja, het is niet anders. En dan maakt het jou niet uit of er een massasprint wordt of dat hij in een groepje meegaat? Zeker. Nee, maakt niks uit. Succes. Dankjewel. Dat was oud-marathonschaatser Roy Boeven. Die eigenlijk te vroeg stopte met marathonschaatsen als gevolg van een blessure. Daarna ploegleider werd, succesvol met zijn mannen. Jorrit Bergsma nog eens een keertje. Met Marcel van Ham, dat duo hebben we hier vaker gezien bij een kampioenschap. Hoe is het mogelijk dat ze elkaar nu weer vinden? Ja, het is wachten op een echt breekijzer in de wedstrijd op dit moment. Het kabbelt nu allemaal een beetje langzaam door. Er is nog weinig samenwerking om echt hard te gaan rijden uiteindelijk. Toch zou het mij verrassen als het hier bij dit kampioenschap, dat is niet in lijn met de wedstrijden die we hebben gezien, op een massasprint uit zou draaien.
Nee, absoluut niet. Maar zeker wedstrijden over 150 rondes eindigen sowieso bijna nooit in een massasprint. Alleen als je er niet snel genoeg aan begint, dan ben je zomaar ver over de helft van de wedstrijd. En dan heb je eigenlijk niet meer de tijd om nog echt een zware wedstrijd te gaan maken. Nee, dus het moet nu ook echt gebeuren. Maar Overvoorde, Niels Overvoorde, voert zijn werk er prachtig uit. Dat betekent dat het lastiger is om weg te rijden. Niettemin wordt er nu weer tempo gemaakt. Bob de Vries op kop met Stoltenborg achter zich. Stoltenborg, die zich vooral in de eerste ronde niet kon inhouden, heeft zich een tijdje verstopt in het peloton. En nu zit hij erbij met Bob de Vries. Ja, je zag nu wel een mooie truc gebeuren eigenlijk in het peloton. Niels Overvoorde die wilde dat gat rustig aan dichtrijden. En achter hem lieten ze het gat vallen van Fashion. Waardoor Berga wel mee zit voor je. Waardoor Berga er nu bij zit en nu toch wel een aardig gat is ontstaan. Dit is wel interessant. Stoltenborg zal de benen niet stellen. Berga wil misschien ook wel. Een man met oranje helm. Ja, wat Sjoerd ook net aanhaalde, hè, dat is ook een echte kampioenschapsrijder. Ja. Dat is iemand die altijd ietsjes extra kan op het moment dat hij aan een kampioenschap meedeed. Hij werd Nederlands kampioen op de Wijzerzee nadat hij zijn enkel had gebroken aan het begin van het seizoen. Heeft alles toen op het ONK gezet. Open Nederlands kampioenschap is ja, dat? Ja, gezegd van daar sta ik er weer en hij won hem ook. Dus, Het is jammer dat de groene mannen het hier weer plat leggen, lam leggen. En dat zijn Willem Holwerf en Niels Overvoorde. Twee mannen in het groen. Post was net aangesloten. En hier ja, gaat Overvoorde. Dat doet hij toch echt goed. Kun je niks op afdingen. Weer op kop rijden. Op een tempo rijdt hij dat net te hoog is om te zeggen we gaan er eens even voorbij. En het is net niet hoog genoeg om daar heel moe van te worden. En dat is precies wat Hekman eigenlijk wil. Die zit daar een beetje achter in het peloton nu. Ja, dan ben je wel meester in je vak hè, als je dit doet. Ja, en dan gaat linksom in het lichtblauw Jorrit Bergsma nog eens een keer aan de boom schudden. Kijk, die komt buitenom in het lichtblauw. Nou, dit is de manier zoals je het moet doen. Met Robert Bovenhuis. Die hadden we nog niet gezien. En Van Ham. Bovenhuis is die lange man. Zijn vader was ook marathonschaatser. Van Ham neemt over. Jansman, het rode pak, tweede positie, houdt nu de benen stil. Ja, dat hollen en stilstaan. Er is er niemand die echt even 6-7 ronden door wil of kan trekken. En als het van iemand zou moeten komen die dat normaal gesproken heel goed kan, is het Jorrit Bergsma. Ja, maar het is ook niet meer dat Jorrit Bergsma nu in zijn eentje het peloton even kan slopen. Ik zou, als ik Bergsma was, het op een akkoordje gooien met die Stoltenborg die daaraan komt, in het rood. Bob de Vries heeft het gezien. Overvoorde reageert weer heel attent en zal niet overnemen. En nu Bob de Vries op kop. Kruijer achter zich. Dan Stoltenborg. Ja, het gaat wel hard. Ja, we zijn ook ver over de helft nu. 70 ronden nog af te leggen. Dit zijn wel de ronden normaal gesproken waar het moet gebeuren. Heel zelden zie je nog wel eens dat het in de laatste 30 ronden gebeurt. Maar dan moet het ook echt een slijtageslag zijn geweest. Dat iedereen op de knieën zit. En dat je dan nog weg kunt rijden. Dus hier moet het gebeuren en de meesten zijn dan ook gewaarschuwd. Sjaak Schipper van kop af. Remco Schouten houdt de benen stil en Overvoorde heeft de regie weer in handen. De man op kop in het groene pak met Ariens achter zich. Ariens, ja, die heeft ook van die dagen dat hij echt aan kan vallen, maar nu doet hij dat niet. Houd de benen stil.
Ja, we rijden op dit moment rijden we rondjes 32-2. Dat is niet echt ontzettend hard. Dat is een snelheid wat iedereen eigenlijk wel redelijk makkelijk vol kan houden. En we hebben dit meerdere wedstrijden al gezien. En de laatste wedstrijd in Breda, toen zag je dat er gewoon verschillende ploegen... die hadden van tevoren bedacht van we gaan dat plan van AB gaan we doorbreken. En we gaan er vanaf het begin af in gaan we vol in. Toen lag de rondetijd ook op 31-0 gemiddeld aan het eind van de wedstrijd. En dan zag je echt, toen bleven 10 man over. De laatste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap? De laatste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap was dat. Toen bleven er uiteindelijk maar 20 man in de wedstrijd over en 10 man kopgroep. Maar even in snelheid gemeten. Hè? Snelste rondetijden, we kennen de rondetijden vaak wel. Maar wat betekent dat nou in kilometers gemeten? Gerry Hekman, 52,5 over een rondje. In deze wedstrijd, dat was de snelste ronde, daar rijdt hij. Die man met baard. 52,5. Dat is toch een knap rondje. Ah, daar moet een kanttekening bij, denk ik. Want ze meten nu de baan alsof die 400 meter is. Het is een binnenbaan. En ze rijden op de binnenbaan en ze meten de 400 meter is natuurlijk binnenbocht, buitenbocht. Dus ze rijden heel veel meters minder. Ja, maar ik denk dat de pure snelheid gemeten wordt op een andere manier. Dat is gewoon met een laser. Ja? Dus dat is wel de echte snelheid. Ja, dan is wel onwijs hard natuurlijk, ja. 52. Ja, ja, ja. Timo Verkijk. Ja, en dit is jammer wat er nu gebeurt eigenlijk. Hè? We zien een kopgroep. En daar zit Gerry Hekman zit daar niet bij. En toch rijdt Jorrit Bergsma, die moet nu dat gat dichtrijden. Omdat ze vinden waarschijnlijk dat ze met Erik-Jan Kooijman in deze kopgroep te weinig slagkracht hebben. En daar hebben ze toch wel een puntje. Want Kooijman kun je van alles van zeggen. Hij is een tempobeul. Hij is houder van het uurrecord. Maar hij sprint als een strijkijzer. Ja, ja, waarschijnlijk als hij met 10 man naar de streep gaat, dan wordt hij 10e. Ja. En ja, dat is natuurlijk een zeer onzekere factor. Hij is mooi in te zetten om gaten dicht te rijden. En nu rijdt de ploeg achter zichzelf aan. Dat is het gevolg van wat hier nu ontstaat. Dus een kopgroep met Kooijman als enige man van Ewer, de lichtblauwe, ben je niet zeker om het af te maken. Ja, dat is een overweging van de coach daar, Anema, die volstrekt te begrijpen is. En ik moet zeggen, ik krijg steeds meer respect voor deze man. Oh, dit is nou trouwens Holwerf. Ja. Willem. Niels wordt eventjes in de wacht gezet. Er werd eventjes gespaard. Ja. Weet je wie we ook nog weinig hebben gezien in deze wedstrijd? Stroetinga. Ja, dat is alleen maar gunstig voor Stroetinga. Want die heeft zich nog niet hoeven vermoeien. En waarschijnlijk is dat ook de opdracht van Stroetinga, voor Stroetinga. Anderen mogen aanvallen, bewaar jij je maar voor de sprint. Want als je het tegen Hekman op moet nemen, moet je van goede huizen komen. Christian Hoekstra hadden we ook nog niet zoveel gezien. Neemt even de rol over van Overvoorde en Holwerf. En dan toch, ik denk Ariens. Ja, Crispijn Ariens. Met Evert Holwerf en Bob de Vries daar vlak achter. En is dat Jordan Hertog? Ja. In vierde positie. Nu zou het zomaar kunnen dat er even vier rondes hard gereden wordt. We zien toch Evert even wegstappen. Evert Holwerf, maar Bob de Vries die neemt het toch wel over. Zie je het gemak waarmee Jordan Hertog met de armen op de rug die bochten rijdt. Kleine man in tweede positie. Juweeltje, zoals hij schaatst. Zoals hij zijn wedstrijden wint. Hij is leider in de cup. En dan gaat het zo hard dat er gewoon gaten vallen in het peloton. Het is niet eens demareren. Hier rijdt Den Hertog nu. Zeer overtuigend op kop. Jammer dat er niet meteen wordt overgenomen. Hier wel door Stoltenborg. Die wil natuurlijk altijd. Maar twijfelt nu ook. Dat is toch jammer. Nu doorrijden. Dat is een moment. Want je ziet dat de vermoeidheid in de benen zit. En dan moet buitenom weer Jorrit Bergsma komen. Je zag Bergsma nu echt even naar Jansma kijken van... gaan we even samen en dan kunnen we even gas geven. Dat is toch wat ze graag willen gaan doen op dit moment. Ja. Zit Haring. Jordi Haring, zeker.
we zien toch wat andere namen ineens naar voren schuiven. Bergsma kon tot op heden het verschil niet maken. Karsman in tweede positie. Dan Van der Tuin. Hoe kan het toch dat dit kampioenschap op slot zit? Vreugdeel nu ook mee voorin. Mag je gerust een veteraan noemen in dit gezelschap. Komt ook pas eigenlijk echt tot leven als we een dikke 100 ronden hebben afgelegd. Ja, of als het min 20 is. Of als het min 20 is. Hoe dan ook, als het erg zwaar is. Juist. Ja. De tactiek van de ploeg, Hekman, zo eerlijk moet je zijn, werkt voortreffelijk tot op dit moment. Want of Niels Overvoorde of Willem Holwerf of anders Hoekstra, die zorgen voor een tempo dat wegrijden gewoon lastig is. Ja, het is verlammend inderdaad. Het is echt een tempootje wat iedereen lekker makkelijk rijdt en waar je niet zomaar even bij wegrijdt. Ja, hoe ga je daarmee om als ploegleider? Een man die recht van spreken heeft, veel wedstrijden heeft gewonnen. Zowel op kunst als natuurreis en tegenwoordig ploegleider is, dat is Peter de Vries. Hij is de ploegleider van mannen die wedstrijden kunnen winnen, zoals Sjoerd en Hertog. Maar hoe ga je hiermee om? We gaan het aan hem vragen. Peter, de koers lijkt op slot te zitten. Ja, hij loopt niet zoals wij hadden gehoopt dat hij zou lopen. We hebben nog maar 50 ronden te gaan. En de eerste helft hebben wij gewoon met name zelf wel met de handrem opgereden en veel controleren en mee. En je zag wel dat een Ewe wel een paar keer goed power geleverd heeft en bouwentechniek. Maar het is te weinig en te kort om echt het verschil te maken. Ja, en dan zie je toch dat de ploegen elkaar in de gaten houden en veel controle uitgeoefend wordt. Wat er eigenlijk nu al 100 rondjes gaande is. En we hebben net even met Chris Penaris en Sjoerd en Hertog hebben er even een keer een slinger aan gegeven. Dan zie je wel direct effect. Maar ja, als wij dat 3-4 keer achter elkaar doen met die twee mannen, dan doen we het net verkeerd. Alleen het is wel nodig om het verschil te maken. Dus ik hoop echt wel van harte dat de komende 50 ronden, en wij zullen daar ook aan meedoen, om nog wel het verschil te proberen te maken. Anders gaan we volgens mij op een sprint aan. En dat willen wij liever niet. Nee, maar dat willen anderen wel, hè? Er zijn een paar bij die dat wel willen. Ja, nee, Jelde Danema natuurlijk met een Stroedinga en een Gerry Hekman. En wij hebben ook wel een sprinter. Maar het is niet onze voorkeur. Nee. Nee, ploeg van Hekman die legt het plat zoveel mogelijk. Ze heersen lijkt wel alsof het de ploeg Adema was in voorgaande jaren. Ja, dat, zo zie ik het niet, als ik eerlijk ben. Het is nog niet heersen, het is nu helemaal. Nee, maar ze lijken de controle te hebben. Dat is ook het beste. Het speelt hun enorm in de kaart hoe het wedstrijd verlopen is. En dat doen ze zelf natuurlijk wel aan mee. Dat doen ze goed. Maar die hebben het meeste baat bij een massasprint. En wij uiteindelijk niet. Maar mocht die komen, dan gaan we ook ons stinkende best doen. Maar liever even weg met bijvoorbeeld Sjoerd. Het liefste wel, zeker weten. En met Chris Penaris eventueel erbij en nog een mannetje van ons. Maar er gaat nu wel een spelletje beginnen. Dus als we goed opletten, dan zien we Sjoerd en Hertog nu naar een kopgroep rijden. Dus we moeten nu even de kop erbij, want er begint nu een spel te ontstaan. We gaan kijken, dankjewel. Ja. En dus wordt de ploegleider de Vries nerveus. En dat is niet zo gek. Hier rijdt zijn pupil Sjoerd en Hertog, titelkandidaat. Misschien wel titelkandidaat nummer 1 als je naar dit seizoen kijkt. En er is een kopgroep hard aan het schaatsen. Mats Stoltenborg en Karel Jansman zijn ploeggenoten. Frank Vreugdeheel is de man in het groen. Drie man aan de leiding. Den Hertog gaat daar naartoe. En de man in het lichtblauw die daar nu tussen rijdt, die is gevallen. Erik-Jan Kooijman, die rijdt dus op achterstand. Die doet niet mee. Dus moet er iets gebeuren vanuit die ploeg met de lichtblauwe. En dat gebeurt ook. Met Bob de Vries op kop. Sjoerd en Hertog aangesloten nou in de voorste groep. Daar Kooijman ook bij zit. Maar die rijdt dus eigenlijk op achterstand. Die is gevallen. De mannen in het rood gooien de knuppel in het hoenderok. En dat het hard gaat, dat is wel te zien. Want het peloton breekt. En dat is niet van wil, hoor. Bob de Vries hier op kop. Hekman in derde positie. En dus verloopt het eigenlijk volgens het scenario zoals Hekman dat wel wil. Die heeft een man mee in de kopgroep, dat is Vreugdeheel. Die pas goed begint te schaatsen, we zeiden het al. Als de wedstrijd 2/3 onderweg is of dat het min 20 is. Zware omstandigheden. Dit is Jansman, het rode pak. En ze komen dichterbij onder aanvoering van Bob de Vries. Maar Hekman zit erbij. Hekman is scherp. Hekman is goed.
En Hekman wil kampioen worden. Mooi, mooi dat er echt iets gebeurt nu, toch Niels? Dit is wel wat de wedstrijd nodig heeft inderdaad. Want we zien het nu ook aan alle kanten breken. Er zijn nog heel wat B-rijders die mee mochten doen. Die zie je nu eigenlijk ook aan de achterkant van het peloton zachtjes aan het afwapperen. En het is teken dat het echt hard aan het gaan is. Stoltenborg op kop in het rood. Vreugde heel daarachter. Dan een gaatje van een meter of 30. Gevolgd door Bob de Vries. Maar die knapt nu eigenlijk het werk op voor Gerry Hekman, onbedoeld. Ja, maar dat is wel omdat Frank Vreugde heel nu in de kopgroep zit. Precies, dus dit is een geweldig scenario voor Hekman. Doen ze heel slim. Hier Kooijman, die gevallen is. Hij viel samen met Tjerk de Boer. Het gebeurde eerder, hier gebeurde dat. Ja, dan moet je bedenken dat die mannen wel messen onder de lichaam hebben. Hè? Ze hebben allemaal snijvaste kleding tegenwoordig. Ze hebben snijvaste kleding tot op zekere hoogte, want dat is alleen op de vitale delen. En je kan er toch echt hele lelijke snijwonden van hebben, ja. van die messen. Er zijn nare voorbeelden van. Gelukkig is dat tot op heden niet gebeurd. Maar kijken naar de wedstrijd met Bart de Vries nu. Op kop. Marcel van Ham daarachter. Kopgroep dus tot de orde groepen. We zien veel achterblijvers. Dat maakt het ook interessant en onoverzichtelijk. Maar de matadoren zitten uiteindelijk nog bij elkaar. Maar door zo'n actie kan de wedstrijd in één keer compleet kantelen. Hierdoor, daarom heb je een 150 ronde wedstrijd, zeggen we, heb je bijna nooit met een massasprint te maken. Omdat je eigenlijk altijd wel een keer een moment hebt dat het even zo ontzettend hard gaat. En dan gaat bij iedereen de knop om van oké, nu blijven we rijden. Ja. De titelverdediger Schouten. Die ook eigenlijk pas goed tot zijn recht komt als het heel zwaar is. Denk maar aan die alternatieve Elfstedentocht in de sneeuw. Je was er denk ik bij ook dat jaar. Ja, ja. Dat hij won. Eerenwoude was ook geen makkelijke wedstrijd waar hij won. Nederlands natuurreis. Jansman nu aan de leiding. Ja, je moet respect hebben voor die mannen. Van Ron Nijman. In het rode tricot. Zij willen wel aanvallen. Ariens nu. Ik denk dat er heel veel ploegen zijn geweest die hebben gezegd, we wachten het rondebord af tot op 50 en dan gaan we er echt aan beginnen. En dan gaan we echt rijden, want je ziet nu in één keer de oké-mannen naar voren schuiven. Je ziet de rode trein van Bouw en Techniek zie je naar voren schuiven. En ze blijven nu ook in één keer rijden. Ja, eigenlijk zou het op zo'n moment dan niet meer stil moeten vallen. En dat gebeurt wel. Ja. Dus zegt Willem Holwerf, prima zo. En Hekman zit er dus nog altijd bij op 44 ronden van de streep. Stijgen ook zijn kansen. Pilonnen worden verder naar binnen geschoven. Het ijs wordt weer wat schoner daardoor. De snelste ronde dus gereden door Hekman en Schouten en Ariens. Dikke 52 kilometer per uur, 52,5. En dat zegt ook iets over de sprintvermogens van diezelfde mannen. Hekman, Schouten en Ariens. Kijk, Jouke Hogeveen. Die hadden we nog niet gezien. Die komt ook pas uit zijn hok. Als het zwaarder begint te worden. Die zo'n geweldige 10 kilometer reed. Die man dus in het wit, lichtbruin met oranje helm. Vierde positie, Jouke Hogeveen. Schitterende schaatser. Hij is jarig vandaag. 40. Ja. Veteraan is die dan, hè? Dan mag je bij de veteranen schaatsen. Maar hij rijdt hier gewoon nog in het A-peloton. En reed nog een rondje 29 in de laatste ronde van een 10 kilometer. Eergisteren, deze man heeft een bidon meegenomen. Ja, vlak hem ook niet uit. Zou een leuke kampioen zijn. Man met een verhaal. Totaal onzichtbaar tot dit moment. En moet je eens kijken wat er nog over is van het peloton. We zijn gestart met 78 mannen. En er zijn er zo 20, 30 uit, denk ik. Maar daarmee nog steeds niet een kopgroep op voorsprong. Nee, als pure liefhebber baal je eigenlijk bijna van zo'n wedstrijd op dit moment. Omdat het zo afwijkt van wat we dit hele seizoen hebben gezien. Klopt. Ja. Schouten in tweede positie. Achter Willem Holwerf. Willem Holwerf. Tweevoudig nationaal kampioen massastart. In het groene pak. Daarachter in het rode pak Bart de Vries. En je ziet gewoon die gaten ontstaan in het peloton. En ik heb toch de indruk dat het nog kan, hoor. Dat er zomaar een groep weg kan rijden.
Sterker nog, het is aan het gebeuren op dit moment. En dan kun je nog de oversteek maken. En dan is de vraag, is hier samenwerking? Van Ham heeft het gezien. Van Ham en Ariens op kop. Want zij hebben hun kopman, Den Hertog. Zit hij erbij of is het Ingmar Berga? Het is Ingmar die erbij zit. Ingmar Berga. Ze zitten toch met drie man erbij. En met Chris Pijn, Ariens hebben ze toch ook echt wel een afmaker. Ja, maar die rijdt hier gewoon op kop. Bob de Vries achter zich. Ja, en nou moet dit gaatje dichtgereden worden. Hoekstra doet dat dan. Nummer 90. En dat doet hij voor Hekman. Het is niet het scenario dat de ploeg Ewer graag ziet. Dus Adema had een ander scenario in gedachten. Ze hebben natuurlijk Strutinga als sprinter. Maar die is kwetsbaar gebleken. We zagen dat eergisteren bij de Masselstad. Hij rijdt daar wel. Linksboven in beeld. Ja. Strutinga, tot op heden. Dit is hem, in het lichtblauw. Zesvoudig Nederlands kampioen. Ja, we moeten niet vergeten dat het natuurlijk ook ontzettend mooi is als we wel een massasprint krijgen. Want met de belangen die op dit moment natuurlijk in het peloton op scherp staan, gaan we wel toe naar een spetterende sprint, dat weet je zeker. Ja, Hekman Strutinga. Ja, je hebt Hekman Strutinga, maar de mannen die niet meededen, Sjoerd en Hertog, ook ontzettend snel. Robert Post, dat zal de sprinter worden van de bouw- en techniekmannen. Ja. Plus dat hij vaak ook nog een stunt uit wil halen in het eind van de wedstrijd. Dus er gaat zeker nog heel veel gebeuren. Alleen we moeten er even op wachten. En ik denk dat Jouke Hogeveen zich ook niet naar de slagbank wil laten schaatsen. Als hij zo goed is als hij is. Die gaat ook wat proberen nog. Maar laten we hopen dat het allemaal netjes gaat. Ja. En dat we niet weer in een laatste bocht verschillende mannen onderuit zien gaan. Want dat wil je ook niet zien. Van der Tuin op kop. Jansman, tweede positie. Daarachter Holwerf en Overvoorde, de twee mannen in het groen. Jorrit Bergsma heeft zich een tijdje niet laten zien. Als hij nog wat wil, zou dit wel ongeveer het moment zijn om het te proberen. En Bergsma zit nou helemaal achter in het peloton. Dus wekt niet de indruk dat hij nu... Hij kan natuurlijk met een lange aanloop proberen in één keer weg te rijden. Maar de tactiek van de ploeg Hekman, die werkt tot op 35 ronden van de streep. En hoe dichter we bij die streep komen, hoe groter de kans ook is dat er daadwerkelijk een massasprint komt. En dan is die zeer de moeite waard om naar te kijken. Daar heb je gelijk in. Kijk, dit is wat ik bedoelde met dat bouw en techniek wel een poging doet. Je ziet eigenlijk dat ze met drie mannen voorkomen. En de derde man die houdt in één keer zijn benen stil om het gat voor de eerste twee te laten vallen. En zo eigenlijk een gat te creëren. Ja, dat doen ze slim, die mannen in het rood. Maar ze kunnen het kennelijk niet forceren. Er zijn er te veel die mee kunnen. Berga is een man die ik opvallend goed vind rijden in dit kampioenschap. Hij heeft natuurlijk Sjoerd en Hertog als kopman, maar Berga is zelf ook twee keer kampioen geweest. En het is Stoltenborg die hier aan de boom schudt. Maar even geen mannen in het lichtblauw die het verschil kunnen maken. Dus zijn wij benieuwd naar de mening van Jillet Adema. Want als het een massasprint wordt, hebben ze het niet helemaal in eigen hand. Jillet Adema, geconcentreerd te kijken. Jillet, er worden Evert Holwerf roepen, moet aanvallen. Waarom? Er wordt toch genoeg aangevallen ook en we zitten erbij. Dus ja, en we hebben dacht ik ook gewoon veel op kop gereden, veel aangevallen. Dus Kooijman, jammer dat hij viel. Jorrit, Bob, ik weet niet of we nog meer aanvallen, maar hij mag zelf niet aanvallen. Dus misschien wil hij zelf wel aanvallen, maar hij moet rustig blijven wachten op de sprint wachten. En ja, dat die onrust van hij moet gewoon zijn energie sparen. En gewoon voor de sprint gereserveerd blijven. En dat is de ene wat makkelijker in dan de ander. Vertrouw je op hem? Of is het Strutinga die het moet afmaken straks? Want de massasprint, het komt steeds dichterbij. Nog 31 ronden. Ja, nee, we hebben drie sprinters. We hebben Strutinga, Holwerf en Schouten in feite. En de andere drie mannen zijn ook behoorlijk rap. En ja, dus we gaan het gewoon zien. En het is niet zo dat je op één man gokt. Het is gewoon op een gegeven moment volle bak rijden.
En de dood op de gladiolen. Succes. Dankjewel. Het is heel interessant wat Anema daar zegt, want Holwerf is misschien wel de dark horse. Die doen we tekort als je die niet in het rijtje sprinters noemt. Zo heeft hij natuurlijk ook al gewonnen dit seizoen. Een man die kan aanvallen. Dan hebben we het over Evert Holwerf, voor alle duidelijkheid. En daar komt inderdaad Jorrit Bergsma, die we hadden verwacht, in deze fase. En dan heeft hij meteen Van Ham achter zich zitten. Maar de kans dat er nu nog weggereden wordt door een kopgroepje, die wordt wel heel klein. En Stoltenborg, die weet dat hij het hiervan moet hebben. En heeft Bart de Vries achter zich aan. Daarachter Simon Schouten. Maar wat Anema net aangeeft, dat is ze rijden niet om een wedstrijd te forceren. Ze rijden niet om een wedstrijd tot een massasprint te rijden. Ze rijden de wedstrijd zoals de wedstrijd op dat moment is. En je hoort hem nu ook, als het een massasprint wordt, dan hebben we daar ook een plan voor. Ja. En dan gaan we daarvoor rijden. En we gaan er niet alles aan doen om dat nu te ontlopen. Dat is ook wel interessant naar wat wij in de maalstart hebben gezien. Ja. Nou ja, het is de conclusie die getrokken wordt dat ze kennelijk toch niet het verschil kunnen maken. En er is een tijd geweest, en daar weet jij alles van, want je rijdt voor die ploeg, dat het een gegeven was dat de ploeg zou winnen. Zekerheidje, ze hebben in de cup nog niet gewonnen. Ze hebben natuurlijk wel een goede vierdaagse gereden, maar in de cup ja, staat de teller nog op nul. En de ploeg zou voor de 10e keer op een rij de titel kunnen pakken. Maar in een massasprint, met die hulk daar links in beeld, Gerry Hekman met baard, wordt het heel lastig. Want Hekman is qua pure snelheid en macht op dit moment de snelste van allemaal. En dan wil ik de anderen niet tekort doen, want Sjoerd en Hertog moet je ook niet uitvlakken. Interessant, want inderdaad, een massasprint is ook zeer de moeite van het kijken waard. En wat zegt Boevi? Ja, volgens mij gaf hij het teken met twee handen naar elkaar. Dat is het teken van we gaan verzamelen nu. Groeperen. Ja, groeperen. Dus ze willen nu wat mannen rondom Hekman gaan verzamelen waarschijnlijk. Dat betekent dat Hekman altijd een beschermde positie heeft in de laatste 26 ronden. Als er iets gebeurt, kun je hem naar voren rijden. Dat is wat de ploegleider Roy Boeven zojuist duidelijk maakte. En zien we dat ook gebeuren? Ja, het wordt groener rondom Hekman. Ja, de snelheid is helemaal uit het peloton. Je ziet echt dat het als een druppel nu over het ijs gaat. Een druppelvorm. En dat is vaak een teken dat het gewoon echt niet hard gaat. En ze zijn allemaal aan het formeren. Het is maar een klein groepje wat nog over is vergeleken bij het peloton. Dat begon aan deze klus. Vier mannen nu, inderdaad. Voor in het peloton, dat is al vroeg hoor. Dan kun je je mannen ook een beetje oproken, zoals het heet. Maar wat ze doen, ik denk dat ze die trein helemaal niet interessant vinden, de sprinttrein. Dat moet Hekman zelf maar uitvinden. Ze zorgen nu er gewoon voor dat er echt niks meer wegkomt. Ja, dus zorgen voor die massasprint. Dit is nu gewoon een massasprint afdwingen met de ploeg inderdaad. Eigenlijk ook de rode mannen van Bouw en Techniek de kans gaan ontnemen om echt nog een actie te maken. Die zie je nu ook verzameld achteraan in het peloton rijden. Dus ze hebben nog wat plannen. Maar de AB vakwerkmannen die zijn nu echt bezig om de boel af te dwingen. Ja, en daar is Jouke Hogeveen het niet mee eens. En die heeft dit seizoen al laten zien dat hij heel lang alleen vooruit kan rijden. Maar dan moet je eerst een gat hebben geslagen. En dat wordt hem niet meer gegund op dit moment, Jouke Hogeveen. En dus geeft hij nu al heel snel op. Want die groene mannen willen niet wegrijden. Die willen het bij elkaar houden. Ja, en verderop in het peloton zien we nu een treintje Royal Ewer rijden. De lichtblauwe mannen. We zien een treintje met rode mannen rijden van Bouw en Techniek. En u zag Bert-Jan van der Veen met de grijze haren. Die grijze haren heeft hij al wat langer. Hij is ook drievoudig nationaal kampioen kunstijs. Daar gaat Stoltenborg nog een keer buiten om in het rood. Ja,
die heeft gewoon al dat groen achter zich aan. Ja, en Bergsma komt erachteraan. Je kunt alleen maar nog wegrijden. Waarom spreek je niet iets af met Bergsma? Bergsma komt er ook omheen. En je kan beter met z'n tweeën dan wegrijden. Ja, die Stoltenborg, ik heb er toch groot respect voor, zoals hij rijdt. Jeroen Janussen is de derde man. Stoltenborg op kop, Bergsma erachter, dan Janussen en dan die mannen in het groen. Ja, ze hebben het onder controle, hè? Absoluut. Met Holwerf en Vreugdehil voorin. Die nemen gewoon weer over. Holwerf op kop, Vreugdehil tweede positie. Dan Bob de Vries. Dan Smit. Nou, verrassend als het op een massasprint uit zou lopen. Waar het gaat, denk ik wel gebeuren. Ja, ik denk dat we straks 10 ronden echt spektakel gaan zien. Met toch wel duw- en trekwerk. Dat natuurlijk jammer is, maar het hoort er toch wel een beetje bij als het zo'n wedstrijd is geweest. Iedereen wil op die 3 goede plekken zitten die er straks zijn. En die, ja, dat is altijd net, daar wil iedereen zitten. Nou, het zou wel jammer zijn als Hekman onderuit zou gaan. Dat je niet de sprint zou kunnen laten zien die hij in zijn benen heeft. Laten we hopen dat hij wel vrij baan krijgt. Ja, laten we hopen dat het allemaal ver verloopt inderdaad. En dat iedereen gewoon zijn kans krijgt om de sprint te rijden zoals ze hem willen rijden. Ja. U ziet dat die groene ploeg wel uitdunt. Hoekstra is al aan de kant. Vreugdehil blijft nog over met Holwerf. Dat betekent dat Hekman straks wel geïsoleerd zit. Die zal in de sprint zijn eigen weg moeten kiezen. Overvoorde zagen we daar achter in het peloton ook afhaken. Dan blijven deze twee mannen over en Hekman zelf. En dan hebben ze het niet helemaal meer in eigen hand. Want als je zo lang op kop rijdt en je komt er dan voorbij schaatsen. Kijk eens hoe de groep rond Sjoerd den Hertog zich aan het formeren is. Met Ariens ook. Twee mannen die echt hard kunnen sprinten. En dit is altijd heel interessant op dit moment. Nu ga je eigenlijk zien hoe de sprint gereden gaat worden. We zien nu, als we even kijken naar de Royal E-wedtrein. Die rijden nu met Bob de Vries op kop. Daarachter rijdt Jorrit Bergsma. Daarachter rijdt Evert Holwerf. Struttinga en Schouten. En we hebben net van Adema gehoord dat ze 3 sprinters hebben. Holwerf, Schouten en Struttinga. En dan is het even kijken, wat is nu de volgorde? Voor wie gaan ze echt sprinten? Wat was dat voor een handgemeen daar, waarbij Jorrit Bergsma zich even boos maakt? En dat doet hij niet gauw. Nog eens even kijken. Daar tikt hij tegen Holwerf aan. En Holwerf duwt terug. Holwerf in het groen. Dat zijn natuurlijk de rivaliserende ploegen. Die hadden ook mot met elkaar eergisteren bij de massastart. Ja, toen ging het om Schouten en Hekman. Dit is wat ik net ook zei. Je hebt 3 plekken in het peloton waar iedereen wil zitten. Daar wil 10 man zitten. En daar gaat iedereen voor vechten om daar te kunnen zitten. En Holwerf, Willem in dit geval, die probeert daar eigenlijk een plekje tussen de Royal E-wedtrein af te dwingen. Maar dat laten ze natuurlijk niet gebeuren. Nee. En is dat duw- en trekwerk wat jou betreft dan gerechtvaardigd? Willem Holwerf wilde op een plek zitten waar al iemand zat. Ja, en soms, ja, je moet het afdwingen en dat gaat niet vanzelf. En daar hoort soms wel iets bij, dat hoort bij de wedstrijd. En daar is eigenlijk de jury voor om dat dan in goede banen te leiden. Alleen, het moet geen wild west worden, dus de jury moet soms gewoon even ingrijpen. Ja, dit doen ze natuurlijk, want Gerry Hekman, dat is die grote man met baard dus in het groen, die wil een positie kiezen voor de sprint. Hij heeft eigenlijk geen ploeggenoten meer. Die zijn opgerookt, zoals het heet. Vreugdehil rijdt nog wel op kop. Dus Hekman moet straks in de sprint zijn eigen route kiezen. En die sprint, dat duurt nog even hoor. 13 ronden nog. Terwijl hier Stoltenborg nog een keertje gaat. En Hekman zou het liefst midden in dat blauwe treintje schaatsen. Zodat hij ook op gang wordt getrokken. Precies. En dat gaat niet gebeuren. Ze laten hem er niet tussen. Nee, ze laten hem daar niet tussen. En eigenlijk achter de blauwe trein zit dan de zwarte trein. En die hebben ook sprinters. En die willen ook achter de blauwe trein zitten. Dus wat er nu gebeurd is dat de ploeg van Hekman voortreffelijk heeft gereden. Die hebben dus echt gezorgd dat er straks een massasprint gaat komen. Maar het gevolg is wel dat ze geen mannen meer over hebben die nog jus in de benen hebben om een sprint aan te trekken. Want dat mag je van Vreugdehil, ja, het nummer 69, daarvoor in niet meer verwachten.
En op dit moment zit Hekman bijna op plek 10. Je ziet hem nu naar voren komen, maar nu daar wordt gevochten. Ja. Ja, de jury krijgt nog overuren straks. Want maar wie bepaalt nu wie mag waar zitten? Ja. En Hekman, die willen ze allemaal kwijtspelen. En dat is best snel om te zien eigenlijk zo. Hij wordt aan alle kanten aan de kant gezet. Nu gaat Bart Holwerf, is dit de Bart Holwerf inderdaad onderuit. Dat is de neef van Willem. En het broertje van Evert Holwerf. Je hebt drie Holwerven in het peloton. Nu komen de rijen om het overzichtelijk te maken voor drie verschillende teams ook. Ja, en nu komen de rode mannen, die komen ook naar voren. Let op wat er rechts in beeld gebeurt. Die man in het groen is Hekman. Die wil het liefst... Ja, daar kon Hekman niks aan doen. Bart Holwerf viel voorover. Hekman krijgt die schaats ongeveer in zijn borst. En die moet dus wel, om zichzelf te beschermen, zijn armen uitsteken. Ja, nu krijgen we de rode mannen, die hebben zoiets van, we hebben niet de allersnelste man. Robert Post. Robert Post is snel, dus als we die lanceren voordat de rest eigenlijk echt aan het sprinten is, dan moeten ze er eerst nog maar omheen zien te komen. En ze kunnen een gaatje laten vallen. Hè? Precies. En we zien nu dat Robert Post, die zit op plekje 3 en hij heeft 3 mannen achter zich. Dus dat is inderdaad... Dat is ideaal. Wat mannen achteren. Ja. Wat jij zegt, ze gaan straks een sprint aantrekken en een gat proberen te laten vallen. Dat zou het slimste zijn, maar dat duurt nog even. Bart de Vries op kop. Stoltenborg drinkt nog even aan. Post is de man die altijd met zijn armen op de rug die bochten makkelijk rijdt. Dat is knap. Nummer 48 rijdt hij. Kan meer dan behoorlijk sprinten. Maar de Ewer-ploeg gaat er nu buiten omheen. Met Bart de Vries aan de lijn. Zij hebben dus meerdere sprinters. Stroetinga, normaal gesproken de snelste. Evert Holwerf kan het ook. En dan hebben ze ook nog Schouten. En hoe gaat Hekman in deze sprint zijn route vinden? Kijk, hij wil ertussen. Hij wil ertussen. En zit er nu ook tussen. Achter Crispijn Ariens. Daarachter zit nu Post. Achter Hekman zit Post. Dat is een mooie positie voor Post, lijkt mij ook. Ja, als hij snel genoeg is om Hekman voorbij te komen, is dat een mooie positie. Maar Hekman is heel snel. Ja. En daar moet je nog wel omheen zien te komen. Dus je kan dan misschien beter voor hem beginnen dan achter hem. Bob de Vries op kop, Jorrit Bergsma daarachter, dan Evert Holwerf, dan Stroetinga en dan Schouten. Dat zijn de mannen in het lichtblauw. Dan zit Hekman redelijk voorin, maar die mag natuurlijk niet in die blauwe trein. Hekman, de eerste man nu in het groen voorin, heeft geen ploeggenoten meer bij zich. Vreugde Hill nu ook naar achteren gezakt, heeft lang op kop gereden. Dat zal afgesproken zijn, dat Hekman nu zijn eigen route moet kiezen. Ja, en dan breng je wel jezelf in gevaar natuurlijk. Dat, als je een sprint echt zo individueel moet rijden, dan heb je niks zelf in de hand. Dus dan ben je afhankelijk van wat er voor je gaat gebeuren. Je zag het teken van Adema. En daar gaat Stoltenborg nog één keer omheen, want die heeft maar één kans. Die kan trouwens redelijk sprinten, Stoltenborg, maar in een massasprint kansloos. Ja, kijk eens. Hekman zegt, ik heb toch een beetje ruimte nodig. Al is het maar een halve meter. Maar hij zoekt nu ook wel zelf die binnenkant op. Hij probeert nu aan het eind van de bocht probeert binnen door te steken bij die mannen. En dan op die manier zijn plekje af te dwingen. Alleen, ja, er is geen plek. Rondebord op 5. Hekman moet weer buitenom. Zeer interessant om die voorbereiding van een massasprint te zien. Lange aflossing nu van Bob de Vries, oud-Nederlands kampioen. Dan komt Jorrit Bergsma straks daar onderdoor. 4 ronden nog, dat is nog een end hoor. En Den Hertog zit er ook nog, hè? Die kleine man in het zwart met oranje helm. Ja, Bob moet nu zo ver mogelijk, Bob de Vries moet zo ver mogelijk gaan komen om straks Jorrit misschien op 800 meter af te zetten. Dus met het rondebord op 2. En dan willen ze met Jorrit de snelheid heel hoog gaan brengen. Zodat daarna Evert Holwerf de sprint kan gaan rijden met Stroetinga en Simon Schouten. Bob de Vries nu van kop af. Jorrit Bergsma neemt het over met nog 3 ronden. Tempo gaat omhoog. Bergsma, Evert Holwerf, tweede positie. Ja, en dan wappert er best wat af hoor, achterin. En de vraag of Post nog een beetje mee kan komen.
Evert Holwerf gemakkelijk tweede positie. Dan Struutinga, dan Schouten. Dan Den Hertog, Ariens Hekman. Daar achter Post. Ja, nu gaat het echt heel hard. Rondebord. Bij de volgende passage. 2. Nog steeds Jorrit Bergsma. Daarachter Evert Holwerf. En Hekman zit toch vrij goed. Zal er omheen moeten, dat wel. Ja, hij moet toch nog 5 man gaan passeren straks, hè? We gaan naar de bel. Nou, waar is nog ruimte voor Hekman? Het is nog maar een ronde, hè? Oh, en dan komt binnendoor. Sjoerd en Hertog binnendoor. Nu al, op kop. En dan moet Hekman links helemaal buitenom. Den Hertog in het midden. Ja, Hekman is snel. God. Hekman is echt snel. Struutinga tweede positie. Den Hertog op kop. Ah, daar gaat hij weer. Hekman, het is niet te geloven. Altijd gaat hij onderuit. Struutinga. Struutinga voor zijn 7e. Struutinga. Den Hertog. Ariens Schouten. Schat ik zo in. Wauw. Weer Struutinga. Kijk eens naar Adema. Ja, die wordt helemaal gek nu. 7e titel voor Struutinga. Hele wedstrijd onzichtbaar. Hekman weer onderuit. Ja, en waarom valt hij nu? Ja, dat is de vraag. Hij maakt volgens mij een misslag. Vaak hoor, in de finale. Heeft hij materiaalpech misschien? Ja, of pijn nu. Ah, wat is dat, Jan? Ja, dit is pijn. Ja. Zijn schaats is kapot, zo te zien. Ah, dit gun je hem ook niet. Man in bloedvorm. Maar nu is de vraag, was zijn schaats stuk op het moment dat hij viel? Of is zijn schaats stuk gegaan door de klap? Felicitaties van Kooijman, die eerder onderuit ging. Maar deelt in de vreugde. En Hekman, ja, die schaats is nu kapot. Waarschijnlijk door de val. Manon Kamminga vangt hem daarop. Weg is hij. Hier konden we het nog niet goed zien in ieder geval. Hier nog Den Hertog aan de lijn. Struutinga tweede positie. Slipt een beetje weg. Ja, je ziet het ijs onder hem wegbreken. Hè? En, ja, het is ook 90 kilo, hè. Schouten komt daar nog goed weg. Ariens zit daar weer achter. Rijdt Sjoerd en Hertog nog aan de leiding. Maar Struutinga is er voorbij. De man met de meeste ervaring. Pakt zijn 7e nationale titel. Hij was al recordhouder. En er komt er nog eentje bij. Ja. Als je wil sprinten, dan moet je ook overeind blijven. Hoe hard het ook is. En Boeven ziet het gebeuren. En de ploeg heeft zo goed gereden. Eerlijk is eerlijk. Vreugdeheel is de man die daar in het groen staat. En Adema rent dan het ijs op. Want de ploeg wint voor de 10e keer op rij. Dat is jouw ploeg. Ja, bizar. Ja. Bizar. En wat het nu echt... je weet dat Struutinga... Je hebt hem heel de wedstrijd heb je hem niet gezien. Maar, Hij was er op het juiste moment en is er ook nu. En staat bij Jeroen Stomphorst. Arjan Struutinga, gefeliciteerd. Zo, dat kwam van ver. Ja, zeker. Ja, een titel is... Het is nooit makkelijk om die te pakken. Ik wist gewoon dat ik een goede positie zat. Dus ik denk, het moet nu nog een keer gebeuren. De 7e titel. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Met zo'n gevoel ga ik de wedstrijd ook niet in. Ik kom hier om die wedstrijd te winnen. En als het dan lukt, dat is echt geweldig. Had je nog gemerkt dat Gary Hekman wegviel? Nee, daar let ik niet op. Ik kijk gewoon voor me wat er gebeurt. En ik moet dus eerst bij die streep zijn. En wat er achter me gebeurt... Ben ik niet mee bezig. Nee, maar misschien voel je zoiets, want je verwacht hem ongetwijfeld. Nee, ik verwacht niemand eigenlijk dan. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Er werd gezegd, er zit een beetje sleet op die Struutinga. Ja, klopt. Vorige week nog wel, maar nu niet meer. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, prachtig. Vorige week nog wel, nu niet meer. Want het staat er gewoon hoor. Struutinga, zijn eerste titel pakte hij in 2008. En nu de kampioen.